vanavond. Vanavond is uitroepen van twee prinsen, de Nul, de Veldmuis. We gaan kijken of we dat helemaal vast kunnen leggen voor u. Enig idee, we hebben de nieuwe werd. Nee. Volgens hem Lars Heuvelmans, ik heb ook Paul de Vrees horen nemen. Ik heb er nog vrij weinig gehoord. Als ze nog een kwartier kunnen wachten, dan weten ze het. Geen idee. Ja, dat weet ik toevallig, ja. Wem? Ja, dat kan ik niet zeggen. Ik heb het zelf een groetje gemaakt, dus ik kan niet zeggen met weer. Nee, ik weet het echt niet. Ik heb zoveel namen gehoord op het tasje. Ze lopen al zelfs hier gewoon los in het wereld. Nee, ik heb echt geen idee. Echt niet. Nee, dat kan ik niet zeggen. Ja, hier, de sleutel. Was het goed nu, ja? Uiteraard, uiteraard. Was ze dan niet gouden om kleien af? Ik heb nog een paar roeren de tijd, dus ik kan er rustig niet stellen. Ik denk Allard Smit. Die berg, zonneavond, nacht van de nieuwe prins. Wat gaat er dan door de her? Ja, ieder jaar weer opnieuw hetzelfde. De spanning vooraf, ook bij ons. Maar zeker bij de nieuwe. Maar dit zie je gezellig. En het gaat gebeuren. Iedereen is er klaar voor, veilig voor. En ja, het uitkomen gaat nu gebeuren. En ik wens de Veldmuis van Oet-Oranjerie heel veel plezier. Drie, ik kom naar Oet-Oranjerie. Sibeer, duidelijk de groeten. Wil ze even gaan terugzeggen? Ja, Sibeer, ook de groeten van Oet-Veld. Zonneavond, hè, nu je prins. Wat gaat er dan door dicht als vorst? Wat gaat er door de heer? Ja, het is elke keer weer een geweldig hoogtepunt. Ik doe dat nu voor de 28e keer. Het is elke keer weer geweldig. En daar gaan we toch weer, daar doen we toch allemaal weer. En de jongen is het hoogtepunt, is één jaar, even, helemaal omhoog. Maar weer moeten we er elk jaar zijn. Wat zo bij me werd? Ik weet met het weer. Zeg het. Ik zeg het nog niet. Al houd je mij door, ik zeg het niet. Nou, dit zijn de echte. Hoi. Wat zo bij mij prins gaat werden? Ja, ik denk ten opvolger van de vorige. In Schombol. Heb ze namen gehoord? Ja, verschillende mogen we niet. Zeg eens geen namen, ik heb nog geen namen gehoord. Ach, zoveel. Jos Vrij hadden ze al gezegd. Dus ik zeg de burgemeester van Beers. Ik zeg, ja, dat kan ook. Nee, het is heel moeilijk dit jaar. Het is echt geheim gebleven. En ik vind ook dat moet ook zo. Ik heb Wim Kemp net gehoord. Dat kan ook. Ja, tuurlijk. Kan allemaal. Bij de Veldmuis kan alles. Iedereen kan die prins weren. Dus dat maakt niet zo wie zit. Ik heb geen flauw idee. Geen idee, dat is een verrassing. Ik heb die naam zo dik gehoord dat ze prins werd, zo'n lupsie gewoon. Laten we vanavond afwachten wat er gaat gebeuren. Want anoniem naar binnen komen betekent niet dat ze geen prins was. Nou, ik heb echt geen idee. Echt geen idee? Ik ben heel benieuwd, dus we zien het wel. Ik heb het heel lang geheim kunnen haaien. Maar nu niet meer. Ik moet gaan. Uniek in zijn soort. Maar dat Maurice Zwanenberg voor de tweede keer prins werd van nul. Prinsenkeuzecommissie, wie kent je dat zo lang geheim haaien? Ik snap het niet. Nou, dan moest om te beginnen een hele goede prins voor hebben. Die kan zwiegen. Die adjudanten moeten kunnen zwiegen. En voor hebben geen mensen om ons heen die het spel begrijpen en meespelen. En dan kun je het heel lang geheim haaien. Ik heb voor hebben er een spel van gemaakt. En dat heet Wie is het? En ik heb ze dus hier bij me. Hij zit er dus bij. Hij zit er bij, dat weet ik heel zeker, 100%. Ik weet wie het is. Ja, echt? En Margot ook. Echt waar? Ja, ik mag het niet zeggen. Dat ze staan hier op de bühne in de Oranjerie om uitgeroepen te worden als stadsprins van Romein, als prins van de Nul. Op dit moment, ik wil het masker aftrekken en maak het spannend allemaal. Want hier steekt vurig op Smit. Thank you.
gebeurd? Ik heb geen idee. Nee, echt niet. Ik heb gehoord dat het een blauwe is. Een blauwe? Ja, we hadden een roze blauwe. 6-11? Nee. 1-11 jaar vols. Dat is heel gat, hè? Wow, verluipig genoeg. En doe? Ik moet nog even wachten. Vincent, een paar jaar geleden prins geweest. Toen al vols geworden. En ik denk dat er nog een jaar of 8 zeker met moet. Voordat ik hetzelfde kind bereiken wat even bereikt heeft. Maar we gaan er wel voor. En werd het vanavond? Ja, Loes, dan kan ik nog niet zo veel afsloten. Met ze wel. Kiep me eens aan. Zou ze denken wanneer? Wel, natuurlijk ja, weten we dat als vols. Veren staan nog net aan het moment dat ze moeten gaan roepen. Geweldig dat de stad al in de nieuwe prins zit. En dan gaan we dadelijk kijken wie de grote prins weer. En zo verstaan we ons weer in de gemeente Vasselhoven. De stad ziet de prins en weer onze prins. En dan ga je daarmee weer samen vinden in één groot Vasselhoven speel in Remuiden. Het duikt voetballen. Confetti, dat durf je de Vasselhoven. We leuren het even. In de papier. Bij 43, dit te snel jongens. Dit te snel, bij 43. Wie kiest voor een prachtfiguur? Wie staat er voor? Onze eerste prins. Daar wordt het halve jaar in de cup. Dennis de eerste. Prachtige mantel. En de mantel der Heurbiede prins. Met staat. En de statige prins. We zien nog de weggekust. En de lange prinsen van die dicht met de buken op te kussen. De kinderveer. Kussen het kinder als de beste. De mag met Heurbiede draaien. Dat is de eerste. Hey, wat zoest ze er prachtig goed? Ja, dankjewel. Nat, eigenlijk niet zo zenuwachtig. En nu staat ze helemaal in het prachtige pak. Ja, dat gaat super snel natuurlijk. Ik zeg al, alles wat goed komt snel. We hebben ze even aangedaan hier de Keerteloed en feest vieren. Ja, echt geweldig hier in de volle breer, fantastisch. Ik heb gehoord dat ze blauwbus. Hoe komt dat vandaan? Ja goed, dat heeft met werk te maken. Ik werk bij de police in Venlo zo door het jaar. Maar dit jaar, ja goed, vier keer Vasselhoven die. En zuig dat even in de kan natuurlijk. Ik heb gekozen om de Vasselhoven te vieren, hoe het Jones is. En dat zie je natuurlijk bij de Velmuus. Ik ben Danny Tobbe, prins ook hier van de Veldmuis. Ik ben Ron Thijssen en ik ben uit Buckingham. Mijn motto van dit jaar is, bed af, steek op, alles op zien de kop. Bed af, steek op, alles op zien de kop. Bed af, steek op, alles op zien de kop. Hallo. Wim, waar die de chauffeur? Ja, ik zou het leuk vinden zoelen zo zweuren. Nee, dat wil ik niet. Ik heb weinig vrouwen het vertrouwen om te rieën, maar dit kreeg ze 100%. Ik zou het niet doen. Goed, dat zien we achteraf wel. Ik heb een paar schade formulieren altijd op het test. Allacht de eerste. Ik zal zeggen, laat het maar gebeuren van Geer komen. Wat thuis halen de man daar een muin? Veel feesten. En in deze zin gewoon veel plezier maken. En er gewoon een schoon speel van maken. Gij ze het Vasselhoven speel helemaal warm maken? Daar gaan we natuurlijk ons best voor doen. En vooral dat het de komende week nog steeds meer opgeboet werd. Gij ze er gaat schoons van maken? We gaan hem met z'n allen gaat fantastisch te maken. Ik ben een heel geen adjudant van allen doen dit seizoen. En dat we denk ik met veel plezier die komende weken tegemoet zien. Samen met deze jong maken we er een boerenveder en showspeel van. Alaaf, alaaf. Alaaf, alaaf. Alaaf, alaaf.